boom omgewaaid hier zo. Gelukkig geen gewonden zover. Is er al iemand gebeld? Denk het al, wat, er zit een auto onderop. Nee. Die zwarte auto die is van voren, zit die al via elkaar. De voorbeeld is er al een. Maar geen gewonden? Nee. Er liggen tak op de motorkap, dus ik dacht dat wij gebeld hebben op onze auto. Daar waren zo'n bellen te letten. Dat is nou vervelend. Ik heb net die kant op staan, niet deze kant. Ja. Geen gewonden, wel een beschadigde auto. Ook kan vallen. Is dat niet normaal? Nee, moet je nagaan dat ik hier nog een uur geleden liep. Nog sta eigenlijk. Er staat gewoon echt heel lang erop staat, hè? Ja. Het is de derde na. Ja. Het is ook wel eens een keer leuk om te zien, maar ik vind het niet leuk voor de mensen die dat meemaken. Nee, ik zat niet veel te doen. Hij had eronder gezeten natuurlijk. Zo te zien heb je ook wel wat schade. Ja, alleen de motorkap. Dan is het de vraag of hij dat kan verhalen. Weet ik niet. Dat is toch een schade, hè? Ja, dan weet ik niet hoe dat precies zit inderdaad.
Je hebt geluk. Boompje omgevallen hier zo. Verkeerd, wordt nou omgeleid. Alleen de motorkap is beschadigd van de auto, dus hij heeft veel geluk gehad. Bijna op een auto. Bijna op een auto? Ja. Niemand beschadigd? Nee, alleen auto. Ja. Ik denk dat hier zo vandaag nog wel eens een boompje meer om kan gaan waaien. Muts, ga rijden. Moet je een band weer gezien? Nou, het gaat lekker regenen. Thank you.
Kan dat dan tegenwoordig? Geen idee. Hey Bjorn. Gaat u niet menen dat je dat met een handzaag gaat doen? Ja, dit is ook niks. Maar een bal die is ook verstopt in de slaapkamer. Die liggen onder het kastje in de slaapkamer. Nou, zeker sinds die nieuwe ramen is het verschrikkelijk. Hier keer die klepjes en die roosters. Ja, inderdaad, de wind om me net een verkeerde ruk te hebben. En ja, dan krijg je te dubbele stoten. Ja. We hadden nog meer hoor. Ja, er zijn er vast nog wel een paar zwakke tussen hier zo. Ik ben benieuwd hoe lang de rest hier zo blijft staan.
Ik sta ook aardig te wankelen, je zult er echt van die bomen. Eventjes een foto mensen, ik ga terug naar binnen. Laten hun de werk doen. De auto is nog bijna vrij. Dat het verkeer hier zo meteen gewoon weer normaal kan rijden. Gelukkig geen honden, alleen een beschadigde auto.